mij kijken naar Sarah en Sarah gaat mij een rustig duwtje geven. Ik schreef iets over de natuur. Het was eigenlijk een parabel. Een liefdesparabel. En ik heb mij aangepast dat de vrouw de natuur is en de man de mens is. Liefdesparabel. De natuur heette de waarheid, het leven. De mens heette de redding, meer de noodzaak. De aarde was een aarde wegzakking. Een ramp, het leven. Liefdesparabel. De natuur panikeerde het eerste. De mens stond vast aan de kleine zijkant. Met geen zorgen, hij mocht niet naar de overkant. Geen verstand of geen gevoel, maar vast. De natuur sprong in zijn lichaam. De natuur was verenigd, vernesteld. De noodzakelijke liefde. Maar het leven is een strijd tegen de tijd. De natuur hing boven de afgrond. De natuur was onrechtvaardig. De natuur had de stabiele mens nodig. De mens was onrechtvaardig. De mens moest haar vasthouden en haar straks lossen. Ze hoopten. Ze huilden dus in hun rol levensdwangbuis. Ze groeiden meer dan elkaars zweet. Ze ontploften in de waarheid, de extase. Ze kregen liefde, geen levensvoldoening. De natuur werd gelost. De natuur gilde weinig betekenis. Deze daad was dus oprecht. Wat de mens is, nooit wat gij denkt. De mens stond alleen. Nooit geen vrijheid gehad. Daarmee eindigt dit verhaal. De natuur. De vrouw tuimelde in haar enigste besef, haar vrijheid, haar vrije val. De natuur was doodknuffeld. Zij was een vallende engel.